regularly are stealing. Gerald, weigert, ga stelen! Wie is het taal van de duivel? Gerald, dit is een bevel van God. Ga stelen! Oh, 3. Dat is het taal van God. Ga stelen. Ik moet gaan stelen. Snel mijn paard zoeken. Allee, Jan? Allee? Bert, hier! Dat was heel Gaspar hier. Wie ben jij? Ik ben Elias. Elias, sta op. Wie ben jij? Ik ben Adam. Laten we gaan stelen bij de koning. Nooit. Hoewel de koning mij verbannen heeft uit zijn koninkrijk, zal ik nooit bij hem gaan stelen. Ik heb een beter idee. Laten we bij Egrich gaan stelen. Ja, dat vind ik een goed idee. En we laten onze paarden achter, want ze zijn kutbeesten. Inderdaad. Is het kasteel niet die kant uit? Goed dat je het opmerkt. Laten we die kant op gaan. Hier, we zijn aangekomen bij de poort van Egrich. Ze zal niet open gaan. Avra, de Dauwa! Zegt dat de koning hier is. Hoe kan dat? Hoe kan je dat weten? Met dit kruid. Laat me eens proeven. Ik hoor het ook. Hoe kan dat nou? Ja, geef het kruid maar terug. Waar is het? Waar is het? Ja, dat had je niet gezien, hè? Ik heb het stiekem uit jouw mond gepakt. Jij bent helemaal geen dief. Adelbrecht. Ik ga het kasteel binnendringen, langs de kelder. Ik blijf hier op wacht. Oké, goed idee. Eerst kwam nog eens terug om iets zeer speciaal en waardevol te stelen. Shetty, waar is ze? Door het geluid schoot Egrich wakker. Maar zijn echtgenoot zuster hem en vroeg waarom hij zo onrustig was. Toen klapte Egrich uit de biecht. Hij zei dat hij een plan had beraamd om de koning te vermoorden. Ik ben er niet akkoord mee. Ze zijn een plan aan het beraden om de koning te doden. Kijk, het bewijs. Bloed van de vrouw. Ik ga naar binnen om hem te vermoorden. Nee, niet doen. Ik ga de koning waarschuwen. Goed. Ze zijn een plan tegen mij aan het beramen. Ze willen mij vermoorden. Je moet Egrich oppakken. Oké, sire. Ik ga nu meteen naar de vijver. Hier komen! Jij gaat de koning vermoorden! Dat is niet waar.
Sier, kijk, hier is Egerik. Hij wou je vermoorden met zijn wapen. Hij had wapens bij om jou een kapje klaar te maken. Schat, gewoon deels af, dus ik heb er gelijk in. Jij zou vechten tegen Eelgas. Eelgas! Daar is hij net, wat een toeval. Ja, jij zou vechten tegen Egerik. Nee, in duel. Eelgas, doe het niet, alsjeblieft. Ga weg, vrouw mens. Nee, ik ben je vrouw. Gods oordeel heeft gesproken. Omdat jij het gewonnen hebt, krijg jij mijn nicht als vrouw. Aha! Yes! Daar ben ik, ik ben wel geen vrouw, ik ben een man. Daar ben ik enorm blij mee. Genade! Genade! Wie ben jij? Ik ben ik. Ik heb een beter idee. Laat me. Het is goed, zo hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wat ruikt hier? Ja, kom. Kom. Ah, kom. Of Tobias haalt zieke kunstjes uit. Laat het duel beginnen. Hey. Geef me een E! Geef me een E! Geef me een E! Geef me een gest! Eerlijk! Geef me een E! Geef me een E! En geef me een gest! Hey, ik krijg je wel! Kijk! Je moet wel oppakken, hè? Kijk, je moet wel... Ja, hoor. Nou, het echt verliezen! Stel je eigenlijk! Je moet het verliezen! Ja. Duel beginnen! Oh, kiot! Poesje! Haha, poesje! Wacht op, ja, doe maar. Zeg dan, stap ik even naar adem. Ja,